Boeren, burgers en buitenlui. De 71ste Twentse fietsvierdaagse. Dames en heren, ik wens u een behouden rit en geen vaart. En geniet van al het moois wat Twente u te bieden heeft. Nou, wat wij samen doen, doen we altijd op de tandem. Dat is voordeel, heeft heel veel voordelen. We blijven bij elkaar fietsen. Als de een inhaalt, dan gaat de ander vanzelf mee. Als de een de heuvel makkelijk opkomt, gaat de ander ook mee. Anders zit er één bovenaan en de ander onderaan. Bij een stoplicht gaat de een door groen, de ander moet bij rood wachten. Zoveel nadelen heeft dat met z'n tweeën, dat hebben we als ervaring. En nu, daar hebben we een tandem voor gekocht, op maat laten maken. En zodat we samen altijd op de tandem die soort dingen doen. En het bevalt me prima. Ja. En wat is daar de reden voor dat jullie met een duo-fiets op pad gaan? Matthijs die kan niet zelfstandig in het verkeer deelnemen. En op deze manier kunnen we toch samen fietsen. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, we hadden een leuk clubje nu. En de afspraak was vorige week pas gemaakt op een verjaardag. Dat leek ons leuk. En omdat er nu zo weinig te doen is en we alle vier de tijd hadden, dachten we dat gaan we bedoelen. Mijn naam is Ivo van Ommen, woonachtig in Almelo, sinds 1997 en sinds 2 maanden de nieuwe voorzitter van Almelo Events. We organiseerden onder andere de fietsvierdaagse die vandaag als eerste van start gaat in deze periode van corona. Ja. Heeft u al contact gehad met Sinterklaas? Zeker heb ik contact met Sinterklaas gehad. En hopelijk, en ik weet wel zeker, dat gaat door dit jaar. En komt hij dan weer met zijn boot in de haven aan? Of wordt het weer een alternatieve manier van ontvangst? Nou, ik kan natuurlijk niet vooruitkijken als voorzitter. Maar ik denk, gezien de omstandigheden en ontwikkelingen, hopen we toch dat hij met de boot in de haven aankomt, zoals het hoort. Als nieuwe voorzitter van Almelo Events doet u in ieder geval stinkend uw best. Zeker, zeker. En Sinterklaas ook. Dank u wel. Dank je wel. Wij komen uit Middellie, Noord-Holland. Plaatsje vlakbij Edam-Volendam. En u komt helemaal daar vandaan om mee te doen in Almelo aan de Twentse Fietsvierdaagse. Ja. Wat is daar de reden voor? Nou, we waren een keer in Preston Palace op vakantie samen met mijn zus en zwager. En toen was daar de start van de Almeloze Fietsvierdaagse. Toen dachten we, nou laten we een keer meedoen. Het was de 60ste keer, toen dachten we, nou is een goed begin. En we vonden het zo leuk dat we dachten van nou dat gaan we jaarlijks doen. Zoiets aan 12e keer, ja. Vorig jaar niet vanwege de corona. Ja. Maar nu ging het allemaal weer door, dus vandaar dat we er weer zijn. Nou, wij vinden het heerlijk om gewoon in de natuur te fietsen. We zijn helemaal geen vakantiegangers om een week voor de caravan te zitten. Dus vandaar dat we zeiden, nou we gaan lekker bezig. Op de fiets. Ja. En de omgeving is prachtig in Almelo. Welke route fietst u vandaag? We fietsen de route van 40 kilometer. En is het de bedoeling dat u alle dagen meedoet? We fietsen alle dagen mee. Dinsdag tot vrijdag. En dan gaan we zaterdag weer naar huis. Ja.